Welcome, everyone. In the first place, of course, there are a lot of artists. We are celebrating our 16th anniversary, in fact, on the 17th of December. It's the 8th edition of your Daily Mail, and we have never had so many artists at an exhibition than at this moment. There should be a number of international students. Boris asked a lot of them from Minerva, but I don't know where they are not here. Too cold. But we have also someone from far away, and that's Raswan, he's coming from Romania. It's a special exhibition. We never have shown so many works by so many different artists in one exhibition, including some for the first time. In total, about 170 works of art. A small preview for next year, because this will be the last exhibition for this year. Next year we're planning the exhibition and a new book with Hannah Steinert. Boys for boys for boys for boys for boys for boys, etc. And it will be with all his liner cuts, etc. It will be a big review, and we are having a discussion already for long, and to have also some t-shirts, because his work is very good to use this for t-shirts and getting it more under the attention. The other thing is that next year, 10 years ago, we had one of our most critical exhibitions ever we made. And this was about Russia. And it was also an exhibition which was a huge statement. We started in 2011 to get in contact with Russian LGBT artists, which is quite complex still. And it's even becoming more worse and worse in Russia than you can imagine. Something like this would not be possible at all. In 2013, the Dutch-Russian Jubilee, we made a big statement. Although our ministry had a lot of subsidizing for everything, we were the last one and we didn't get subsidized for anything, but we had the most critical exhibition in this year, Queer Russia, The Hidden Part. These two subjects, that's what's going to happen the first half year in the gallery. Ga je hem openen? Yeah, I think then everything is said what has to be said. I guess. I hope that every artist know that the other artist. I've told them who is who, but they can find each other. And then, I think we have to declare the exhibition for open now. Yeah. First exhibition here in Groningen? Yeah. And what do we see? What is this? This art with sculptures. Sculptures? Yeah. With, from, I don't know, it's porcelain. Porcelain. From porcelain, yeah. Yes. And the name is Opals Queens. Every figure has another name. But they are queens? Yeah. Okay. Yeah. And they are from, looks a little bit Asian. Is it true? Like the person from Asia? No? No. Where is the person from? From America. America? Yeah, United States. Yeah. Okay. Okay. And you made three, but you have more figures like this? No. Only three? That's the first step. Yeah. Later, I think, when the figures are good enough, I can make more. Yeah. Now we have three figures. Yeah. And what is the story behind? Is there a little story? Yeah, it's a little story. I saw a show from Luke Paul in Berlin, and it was so exciting and so powerful
And this was for me inspiration to make some figures like these queens on from the stage. And we have also seen a TV show with RuPaul's Drag Race, yeah, it's very famous. And I was impressed from the artists there. They have power, they have political questions to answer, and they have dancing and learning to what is it, cutting and then textiles. Yes, all the life is in this world. Yeah. I was very impressed. What do we have over here? What is this? It's a vessel from porcelain, yes, China painting. And the history is, you see, we have figures like a man or a bird. Can we turn it around safely? Yeah. And the history is after the old fairy tale in Germany. And the prince with his boyfriend go to the river and look like a little bit to the Nayara. You know Nayara? Mixed water okay. Coasts. Yes. But the secret was you have no lover over this. No lovers. No lover. Lover. It's not joking. It's very strong, so you have to look. But then they have laughing, yes. And later there was a bird. Step by step, there was a bird. On the side. Not this one? Yeah. You see this? Yeah. Also, is this also? Yes. This is the old fairy tale in Germany. We see a statue over here. We call it a statue, eh? Statue. Yeah. Yes. What do we see? What is this? This guy is falling in love. He fell in love? Yes. We have in Germany when he said you have butterflies in the storm. Yeah, yeah. Also, yeah. Just, you see the butterflies in the storm. He's falling in love. More not. But a big love. Yeah. Yes. Also porcelain, from porcelain, yeah. And mixed porcelain and color. Okay, you made it at once. This is the same process, yeah. Yeah. At once. In one fire. Yeah. See, yeah. Richard, we zijn in Groningen. Je bent een van de velen die in de kalender staat voor 2023. Mm-hmm. Wat heb je ingebracht? Nou, ik heb deze drie van mijn werken ingebracht. Dat zijn twee verschillende series van mijn product. Eén is een model in een oude schilderij ingeplaatst. En dat wordt een model in heel subtiele manier in schilderij van oude meesters. En als deze is van Kok ingeplaatst. En die andere series heet Vrouwen Fairies. En dat is Vrouwen Fairies in de jungle of in de ponds en lake en in de desert en verschillende. Dan hebben we hier iets moois, iets groots. Ja. Wat is het voor een... Nou, dat is ook dezelfde idee. Dat is een oude schilderij van een stielwerk. En daarna word ik de model ingezet. Wat dan hier met bloemen ingezet in van de foto. Dus die model daarachter. Dus als je in eerste instantie kijkt op deze plaatjes. In eerste instantie zie je die mooie beeld van die... kunstenaar, daar is deze, de schoen. Ja. Dat is, je ziet iets de schoen, maar daarna heel subtiel zie je, oh, oké, dit is iets veranderd. Ja, dat is toegevoegd. Dat is toevoeging daarvan. Ja.
En als mijn dochter zelf is grafisch ontwerper, ik werk al 35 jaar. Je bent grafisch vormgever eigenlijk. Ja. Dit doe je en ja, en daarna dat, daarom dat al mijn foto meestal zit met een grafische delt, heel veel postproductiewerk ingesteld. Ja. Ja. Dennis, welkom in Groningen. Dankjewel. Ik heb wat werk voor jou zien staan. Een schilderij zien we. Van een persoon. Een foto. Ja, maar oh, het is een foto. Ja. Yes. Met een persoon die zo gekromd ligt. Yes. Wat zien we? We zien een foetushouding. Ja, zo dat zocht ik naar. Dat is een foetus die van een jongen die christelijk is opgevoed. En die mag niet seksen. Oh. En die godsvrucht, die moet afsterven. Om als toch iets nieuws, opnieuw geboren te kunnen worden. Maar dan met een seksuele leeftijd. En er staat een ander beeld bij. Het zijn twee beelden. En die kijkt hoe het stervingsproces gaat. En hoe op die dood nieuw leven ontstaat. Nou, ik kreeg 5 minuten om dit uit te leggen. Dat heb ik nu gedaan. Ja, goed, we bestuderen het. Yes. Daarnaast hebben we nog klassiek werk van jou, noem ik maar. Beeldhouwwerk. Kun je daar iets over vertellen? Ja, het zijn allemaal mannen die via de houding die ze uitstralen, dat zeggen wat er in dat beeld te zien is. Dus elk beeld vertelt een ander verhaal, maar dan zonder attributen. Dus je moet het echt in het lichaam doen. En het zijn kleine modellen? Yes. Nou, de modellen niet, het werk is klein. Het werk is klein, oké, ja. Trouwens, is dood en leven iets waar je druk mee bezig bent? Ja, zeker. Gaat er iets voorbij uit het verleden, heb je al eens een keer iets gezegd? Wat dan kun je doen? Uitademen is dood, loslaten, inademen is leven. En dat de hele tijd door. En dan bloedseren. En tussen het leven en dood, daar ontstaat een nieuwe vorm. En die nieuwe vorm laat ik steeds los. Dat is wat ik doe. Ja, dan ben je toch een aparte kunstenaar, als ik het zo mag zeggen. Ik weet het niet. Ja, zo zie ik dat niet. Oké, dankjewel. Jij ook. Fijne tentoonstelling. Dankjewel. How important is your work for the gay community? Oh, I'm not sure about this. Is this very important for the gay community? I'm not sure. So this is obviously more gay than straight, I would like to say. Beautiful young men in floral settings. And that's not very common to put men into floral settings. And why not? Yeah, because we are living in a straight world still. Yes. And then men and so flowers. So this is something I want to put into the world to show men in uncommon situations and to show that their tender sides, their beautiful side, even the beauty and the erotic aspect is something I think is important to show. This is also possible for men to appropriate this sexiness, erotic tenderness, a tender approach to the world. Ja, ik moet even kijken, want ik heb hier het gezicht. Oh, hier zie ik het gezicht. This is part of a bigger body of work, of course. So there are several paintings, and the body of work is still growing. Ja. Er zijn heel veel bloemen. Veel bloemen. Oleander. Ja. And some lilies. He's wearing lilies. Ja. And this little lily blossom in the hair is called Gloriosa. Gloriosa? The flower is called Gloriosa. These are in the calendar. These are in the calendar. And there's another one you said, the one behind us.
uit, ik weet niet meer precies, maar in ieder geval, het gezicht is het een, maar de ogen hebben erin van een ander, de mond van een ander, de pet van een ander, de blouse van een ander, weet je, dus we zijn helemaal samengesteld uit allerlei verschillende jongens. Maar wat zien we dan nu? Ik zie een portret van iemand. Ja, nee, maar ik zit te kijken, ik zie geen overgang, het is helemaal, dat is de kunst. Photoshop, hè? Oh, in Photoshop, het is Photoshop werk. Ja, het is allemaal Photoshop werk. Dus, ja. En ik was er al mee bezig en toen stuurde ik een paar naar Jan en die zei van... Ja, en die ging helemaal natuurlijk gelijk... Toen was de oorlog natuurlijk net begonnen. Ja. Want ze ook een beetje Oost-Europees, hè? Ja, zeker. Zijn ze de Eerste Wereldoorlog was het. Oh, het is iets langer geleden dan erin nu. Nee hoor, het is de Eerste Wereldoorlog. Ja. Waar kom je vandaan, Fritsie? Oorspronkelijk? Ja? Emmeloord. 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 Okay. Ik denk, die komt uit Friesland of Groningen. Nee, maar... Emmeloord. Ja. Uit Emmeloord. De polder. Uit de polder, ja. En hoe lang ben je al fotografe? Nou, ik was heel lang. Ik ben, mijn eigenlijke beroep is filmmaker, documentaire maken. Maar ik ben erbij gaan fotograferen. Ook ja, omdat het een ander soort werk is. Het is plat werk, het beweegt niet. Nee. En ook dat moet een verhaal vertellen, zeg maar. Ja. En daar ben ik al een tijdje mee bezig. Ik heb al eerder hier werk geëxposeerd. Over ook puberjongens. En dit is daar eigenlijk weer een vervolg op. Het zijn portretten samengesteld uit verschillende onderdelen. Dus de ogen, de mond, de pet. Het uniform, komen allemaal vanuit verschillende foto's en daar heb ik samen één portret van gemaakt. Ja, ja, en dat doe je digitaal? Met Photoshop gewoon. Ja, zo heet dat dan. Ja, heet maar je ziet het niet. Nee. Ik denk dat het gewoon een echte oude foto. Ja, precies. Maar er zijn jongens die niet bestaan, dus die zijn nee. samengesteld uit allerlei verschillende jongens, ook uit verschillende landen. Ja. Wat mij inspireerde was dat... In de Eerste Wereldoorlog was de minimumleeftijd om te mogen vechten 18 jaar. Maar de nood was zo hoog dat zelfs jongens van 14 geronseld werden, zeg maar. Sommige jongens deden dat ook om te ontsnappen uit de armoede of het ouderlijk huis of wat dan ook. En dit zijn dus allemaal jongens die 18 en daaronder. Zijn. Ja. Ik heb er 15 gemaakt. 15? 15. Oké, okay, dit zijn er maar 4 van dit de 15. Dit zijn er 4 inderdaad. Ja. Nou, deze zijn aardig richting volwassenheid, maar er zijn heel veel jongens die zijn inderdaad zo 14, 15, 16. Ja, ja. Ze zijn te jong voor de kalender. Ja. Nee hoor, die staan wel in de kalender. Oh toch? Ja, okay. Die staan in de kalender. Ja. Okay. 7, hè? Een hele week. Dus, ja. Elke kunstenaar staat een hele week. Nee, ik dacht misschien vanwege de leeftijd dat daar een grens was. Volgens mij niet. Nee. Nee hoor. Hoeft ook helemaal niet. Die puberjongens van mij van 14, 15 hebben er 2 jaar geleden in gestaan. Dus het is niet. Niet bedoeld als erotisch, hè? Het is niet bedoeld als erotiek. En dat waren die vorige foto's ook. Nee, nee. Ja, sommige mensen zullen er iets erotisch in zien, maar dat heb ik. Nee. Ja, maar dat heb je altijd. Ja. Die vorige foto's ook, dat waren jongens en hun obsessie voor ondergoed. De boksen, weet je wel. Dus daar heb ik een aantal foto's van gemaakt. Ja, dat kan je zien als. Of wat als erotisch, ja. Maar het gaat natuurlijk om iets heel anders. Ja. Ja. Ja, eerste keer in dit galerie en ook eerste keer in het doel. Oké, dat is wel goed. Dan sta je gelijk in de kalender. Ja. En je doeken hier. Ja. Wat voor werk hebben we hier achter ons? Dat zijn mannen, akten. En ik heb verschillende modellen en verschillende verhalen ook in de schilderij te vertellen. Bijvoorbeeld, dit is zo'n beetje van romance. Achter iets, also kleuren van Pompeji, is geïnspireerd worden qua kleur. En soms zijn het ook portretten van de stad of van, weet ik niet, van, ja, van de stad.
1969. De mensen die je portretteert, zijn dat bekenden van je? Of ja, zijn vrienden. Plaatjes? Zijn, oh, zijn, nee, zijn vrienden. Echte mensen? Ja, zijn echte mensen. Ik vraag mijn vrienden, heb je zin in model te zijn? En gaan we fotosessie maken? Ja. Van deze foto, dan kies ik enkele uit en schilder die erbij. Okay, ja. Dus de foto is eigenlijk de basis die je in het plaatje hebt neergezet, precies, zoals het uiteindelijk wordt. Ja, precies. Ja. En ik heb dit foto of de fotografie en dan ga ik composeren nog. Zo'n compositie maken. Dat ik bijvoorbeeld zo'n ramen er neerzet, zo'n palm erin. En zo'n iets, zo'n compositie om de model rond. Om zo'n verhaal uitdenken. Ik heb afgestudeerd in Enschede op de AKI in 2009 en dan ben ik naar Keulen verhuisd en heb daar nog mijn master gemaakt. Dus ben ik officieel sinds 2011 kunstenaar. Dus dat is 2011? 11 jaar geleden, nou, sinds 11 jaar. Ja. Oh. Wat is er verder te vertellen van je werk? We hebben deze besproken, de broekjes in de branding, is dat gewoon een grapje? Dat was een grapje in het begin, ja. Ik heb een reclame gezien van Calvin Klein. Misschien ken je die nog, die echt grote billboards. Maar gewoon in onderbroek is te zien met Calvin Klein, vond ik echt grappig. En dan dacht ik, dat is eigenlijk ook een portret. Omdat iedere man is ook individueel gebouwd. Qua gezicht of qua andere delen van het lichaam. En dus ontstaat eerst als grapje en dan heb ik het als serie 20 schilderijen gemaakt. Van ze zijn heel fris en vrolijk. Ja. Ja. Dan hebben we nog een derde serie van figuren die portretteren zich eigenlijk. Hè? Ja. Wat zien we daarin? Dat zijn gewoon mensen die zich presenteren als lichaam. So, dat is een object van, in Duits zeg je objectenbegeerde. Ik weet niet of het een Nederlandse werkt. Begeerde, zeg je dat? Ja, dat zou kunnen. Ja? Objectenbegeerde. En dat is geen, geen verhaal. Het is gewoon de lichaam en gewoon een object om te kijken. En bijna altijd is het zo dat je geen gezicht heeft. Dat de model of de man kijkt je niet aan. Omdat ik heb dat graag dat je gewoon een lichaam heeft als object. Maar als iemand terugkijkt, is er iets raar, vind ik. Okay, dus gewoon voyeur spelen. Ze zijn anoniemer daardoor geworden. Ja, ook. En dat jij als persoon die kijkt, ben je een beetje beschermd door de voyeurisme, dat niemand terugkijkt. Aha, dat is de gedachte erachter. Ja, precies. Als je bijvoorbeeld een andere schilderij bekijkt waar je een gezicht heeft met ogen, dan kijkt je meer aan het gezicht dan andere delen van het lichaam. Oké, dus dat is de gedachte erachter. Ja. Nou, ik wens je succes met de tentoonstelling nu. En, dankjewel. Dat er veel kalenders verkocht mogen worden. Ja, kalenders en misschien schilderijen. Ja, de schilderijen zijn natuurlijk. De schilderijen zijn natuurlijk ook te koop. Ja, zeker. Ja. Dit zijn allemaal enkele stuks, dat zijn die prijzen nog Ja. Ook. Ja. Ik zeg dankjewel voor je tijd. Dankjewel. Ja. Tot ziens. Super. Nou, Jacques de Jonge, welke pagina sta je? Ja, dit jaar? Jaar 23? Begin mei ergens. Alle twee achter elkaar? Ja, gewoon twee dagen achter elkaar. Zeven? Oh, zeven? Ja, iedereen, elke kunstenaar heeft zeven dagen in de kalender. Hè? Oh, dus dit is eigenlijk weer een ingedikte toestand. Ja, zeker. Zeven werken zijn er voor. Kijk, de kalender heeft 365 blaadjes. Ja. Afritsbaar. Afritsbaar. En dan? En elke kunstenaar heeft dan een week zeven plaatjes erin. Oké. Is het voor het eerst dat je meedoet? Nee. De achtste keer. Het is de achtste editie. Ik doe vanaf het begin mee. Dus alle acht keren ben ik present geweest. Ja. Wat zien we? Van mij foto's. Ja. Van drie modellen. Van het ene model zitten er vier foto's in de kalender. Dat is een nieuwe, hè? Dat is een nieuwe. En die vier foto's. De twee die je hier achter ziet,
Dat zijn twee naaktportretten. En ik heb ook nog twee van dezezelfde jongeman, twee portretjes in wit. Wit? Ja. Met een witte achtergrond. Oh. Een witte, dus hele witte foto's. Oké, oké. Echte portretjes met een wit hemdje, een witte achtergrond. Ja. En kun je even de foto? Dat is wit. Ja, en nog een ander model. Ja. Een jong model. Is zo'n kalender nou een soort promotiemiddel voor je? Ja. Want zo zie ik het voor iedereen. Een beetje. Voor iedereen. Ja, dat is zo. We doen dat met elkaar. Hè. Dus 48, 49, soms 50 kunstenaars die eraan meewerken. We betalen ook allemaal een klein beetje eraan. Als ondersteuning van het hele project. En het is een promotie. Ja, want wat is de oplage van de kalender? Geen idee. Oh, dat komt zo dat je het wist. Nee, weet ik niet. Ja, veel, geloof ik. Ja. Hij wordt verder ook in een aantal grote plaatsen in Europa verkocht. Berlijn en Parijs. Op de verkooppunten die je zo zegt. Ja. Nou, ik geloof wel dat dit het was, ja. Kijk aan. Ja, tenzij je nog iets kwijt wil, dan mag je het niet zeggen. Nee, ik vind het allemaal prima. Maak er maar wat moois van. Ik probeer er iets moois van te maken. Oh, dat boek, wacht even. Nog even iets anders, ja. Lieve Alex, kan je het zien? Ja? Ik dacht de catalogus, maar dit is jouw boek. Dit is een boek. Ik heb vorig jaar dit verhaal geschreven. Het hangt een beetje tussen een korte roman en een novelle. En dat was een gegeven dat had ik al wel meer dan 20 jaar in mijn hoofd. En dat moest er een keer uit, maar ik ben heel lui om te schrijven. Dat kost heel veel tijd. Ja. En daar ben ik eigenlijk te lui voor. Maar dat anderhalve coronajaar. Oh, dit is een coronaboek. Ja, ben ik er toch maar eens voor. Ja. Ben ik er toch maar eens voor gaan zitten. Om het uit te werken. Ja, het is een heel aardig verhaal. Het gaat over een Nederlandse kunstenaar die langere tijd in Berlijn woont. En daar in contact komt met een jongeman van Griekse afkomst. Business boy staat er hier. Ja, zeker. En het blijkt dus later dat hij in de prostitutie werkt. En dan krijg je toch een heel spanningsveld van hoe ga je daarmee om in zo'n relatie. Later kan ik dat aangaan, alle risico's die eraan zitten. Of kan ik zo'n jongen op een gegeven moment proberen te helpen om hem op een hoger plan te trekken. Ja. Het is heel aardig en het einde is echt verrassend. Ik kan er niet zo gek veel over zeggen. Je moet ook niet het verhaal onthullen. Omdat ik heel snel wat weggeef. Ja. Dus de mensen kunnen dit gewoon vinden in de Betere Boekwinkel? Nee, niet in de Betere Boekwinkel. Nee. Dat kan bij mij. Het boek heeft een speciale website, lievealex.nl. En daar kun je het bestellen. Ja.